Ik heb eindeloze dromen over je gehad. Weet je dat? Soms droom ik hoe ik zonder na te denken gemoedelijk je weet te vinden. Als de 8-jarige Sahar in Witmarsum-Friesland vanaf het Moenewetter openluchtzwembad, waar ik mij de hele zomer zongebruind zwom. Loop ik naar je toe op een van die hete zomerdagen. Met mijn handdoekje hangend over mijn schouder, want het geduld voor een tasje pakken had ik niet. En mijn zwembadabonnement in de hand. Een ondertussen verfrommeld pasje, gemaakt van een klein vierkant stuk papier, met pen de naam en datum erop geschreven en dan geplastificeerd. Daar spaarden mijn ouders een heel jaar voor, om een onbeperkt zomerkaart voor mij te kopen. Helemaal content wandelde ik naar je toe, in Witmarsum. Was de route naar jou veilig genoeg om als kind mijn weg vaak alleen naar je te mogen vinden? Waar de honden zichzelf mochten uitlaten en vrij in het dorp rondliepen. Ja, in Witmarsum vond ik mijn weg moeiteloos naar je toe. Ik noem mijn jeugd daar in jou gespendeerd vaak idyllisch. Je was onze eerste echte gezinswoning in Nederland. Het jaar daarvoor was je een witte cabine en ik moest je delen met mijn hele familie in al je krapheid. Toen heette je het AZC. Of zoals de bewoners het noemden, kamp. Maar in Witmarsum was je maar liefst 2 verdiepingen genaamd een rijtjeshuis. Dat is alweer 21 jaar geleden. Je bent sindsdien 8 keer van plek veranderd, wat jou in totaal 12 gedaantes geeft in de 22 jaar dat ik in Nederland woon. Ik ben door jou flink in beweging geweest en heb enorm gezocht hoe in je te kunnen nestelen. Genesteld ben ik nooit. Ik ben altijd door jou in beweging gebleven. Je bent voor mij fluïde en ongrijpbaar. Ik heb je niet in stenen kunnen vangen. Niet in personen. Ook niet in de natuur. God, wat heb je mij een enorm rusteloos gevoel gegeven. Als ik vanaf mijn geboorte zonder in beweging te zijn bij je mocht blijven. Als het mocht baten en er geen wreed conflict in je woede. Zou ik een leven lang in het prachtige Afghanistan geweest zijn, waar ik van je gebergte en adembenemende natuur genieten mocht, met je culturele erfgoed nog intact. Maar dat is niet het geval. Ik wil bijna naar je schrijven, helaas niet het geval, maar als ik helaas schrijf, heb ik dan onherroepelijk spijt van mijn continue beweging in jou? Zou ik dan willen dat ik mijn hele leven genesteld was op één plek waar ik me niet alleen erkend zou voelen, maar ook in jou zou herkennen? Nee, ik zal maar niet helaas schrijven. Want dan zou ik zeggen dat ik een wens heb dat je een plek bent en dat ben je niet. Als je een plek was en ik de gangbare definitie van thuis en een moederland moet nemen, zou ik je al 22 jaar hebben gemist. Want ik heb je niet durven te bezoeken. Maar God, wat heb ik veel aan je gedacht als een mogelijk thuis, een land. Maar mijn angst is te groot om de nog niet herstellende littekens te zien die je in die 22 jaar hebt opgebouwd. Intussen heeft Nederland hard geprobeerd jou te zijn. Accepteren dat je een plek bent, betekent dat ik zou moeten kiezen. En je bent geen simpele keuze. Nee, simpel ben je zeker niet en nestelen in je gaat niet, want ik raak mijn eigen nesteldrang al snel zat. Ik heb flink om mij heen geslagen, wil van het idee af dat je moet kiezen, dat het neerkomt op dom toeval of ik in je geboren ben. Ik heb ook flink om mij heen geslagen bij het idee dat je een persoon bent, want dan zou je een thuis zijn die zich mobiliseert en weg kan lopen? Nee. Dan heb ik liever de zorgeloze vogels en de gewortelde bomen, die in de lentedagen voelen als een door God beschermde cirkel. Zou ik je daarin vinden? Misschien dan toch in de natuur? In deze tijden van de slogan Stay Home ben ik toch wel echt het meest geconfronteerd met waar de fuck ik je dan kan vinden. Want ik vermijd jou nu juist in steenvorm om mijn thuis te vinden in het gezang van vogels en de geur van groen buiten. Daarbij begint mijn hart harder te zingen dan tussen de witte muren waar ik hopeloze pogingen waag om tot mezelf te komen. Ik zal je iets opbiechten.
Te midden van alles heb ik het gevoel dat je nooit zo ongrijpbaar bent geweest. Ik dacht namelijk je te kunnen kopen. Ik belandde op mijn 22e in Den Haag in het mooie zeeheldenkwartier achter de duinen. Ik probeerde een huis te creëren, eerst alleen en toen samen. Op mijn 27e was ik in de veronderstelling een emulsie te kunnen maken van jou. Een combinatie van een man en de gekochte stenen. Nu, 29, moet ik afscheid nemen van de man en daarom ook van jou onder de titel Mijn Eerste Koophuis. Je was uiteindelijk toch niet te koop. En de liefde in een mens bepaalt ook niet hoe onvoorwaardelijk je bestaat. Je voelt als een beweging, zoals het fietsen. Als je dan een vorm moet hebben, wees dan een fiets. Al fietsend voel ik mij in het midden van wat was en wat nog gaat komen. Het meest ongemakkelijke stuk van het leven. Maar daar, precies in het midden, voel ik de vrijheid opkomen met de wind in mijn haren. Dat kan en zal niemand mij ontnemen, zelfs corona niet. Het doet me denken aan het jaar 1944, toen de fietsen in Nederland werden geconfiskeerd door de Duitse bezetters. En kijk, daar was de burgerlijke ongehoorzaamheid in Nederland. Misschien ben je ook een beetje in mij, in plaats van ik in jou. En is dat de Nederlander in mij? Want één ding is zeker, waar ik mij nu het meest thuis voel, dat is op mijn fiets. Mijn weg aan het banen door het midden van alles. Trappend jouw bewegingen achterna in alle vrijheid.